Gaat de gemeenteraad van Zeewolde akkoord met de komst van het grote datacenter van Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook? Het lijkt er vanavond om te gaan spannen, want de raad is ernstig verdeeld. De gebouwen van het datacenter moeten komen naast het bestaande bedrijventerrein Trekkersveld. Het plan wordt bekritiseerd vanwege de grote hoeveelheid energie en de enorme ruimte die het centrum in beslag neemt. Onze verslaggever Koen Peters die is bij het gemeentehuis van Zeewolde. Ja Koen, hoe is het daar? Nou, het is nu nog rustig, maar ze verwachten hier wel het een en ander. Want er zijn hier hekken neergezet op het plein voor het gemeentehuis. Rode plastic hekken, niet echt dranghekken, maar die zetten een gebied af waar straks demonstranten mogen staan. Er is namelijk een demonstratie aangekondigd van de SP, onder leiding van de provinciale SP. En Extinction Rebellion, de actiegroep die eerder ook al het gemeentehuis tijdelijk binnendrong en toen eigenlijk een korte bezetting uitvoerde. En ook als je kijkt naar de zaal waar die vergadering straks daadwerkelijk plaatsvindt, de Lux, daar staan wel echt wat stevige hekken voor de deur, voor de stoep. Dus er wordt hier wel rekening gehouden met het een en ander door de gemeente. Ja, je zei het al eventjes, hè, die vergadering vindt dus niet plaats in het gemeentehuis. Nee, de Lux is een zalencentrum en dat is wat groter. Daar hebben ze grotere zalen dan dat de raadzaal is. Dus daar kunnen ze wel 1,5 meter afstand houden, de 19 raadsleden. Dat is in de raadzaal wat ingewikkeld. In die zaal daar, in de Lux, daar mag ook alleen eigenlijk de gemeenteraad en alles daaromheen. Medewerkers terecht, journalisten, die moeten de bijeenkomst volgen in het gemeentehuis. En wellicht dat plein hier daartussenin dan tijdens die vergadering volstaat met demonstranten die van zich laten horen en lawaai maken. Dan de stemverhoudingen. Hoe liggen die? 2 weken geleden heeft de gemeenteraad hier al over gesproken. Toen was er 1 partij tegen, de ChristenUnie. Inmiddels heeft de grootste partij, Leefbaar Zeewolde, zich daarbij aangesloten. Die hebben 8 van de 19 zetels. Dus dan is er nog steeds een meerderheid van 11 voor. Maar goed, inmiddels is er de afgelopen 2 weken, zoveel ook over dit datacenter weer gezegd. Media hebben erover bericht. Dus je kunt je voorstellen dat raadsleden toch gaan twijfelen die eerder uitspraken van wij zijn wel voor. Dat zie je onder andere bijvoorbeeld bij PvdA GroenLinks. Daar wordt ontzettend veel druk ook op uitgeoefend vanuit andere afdelingen van bijvoorbeeld GroenLinks. GroenLinks in de provincie die zegt we hebben het liefst dat ze eigenlijk tegenstemmen. Daar zeggen ze ook, ledenraadpleging geeft aan dat eigenlijk een meerderheid van de leden van die partij tegen zijn. Dus het kan best zijn dat die toch onder die druk die op zich gezet wordt andere dingen gaan doen. En over die beïnvloeding en druk sprak ik eerder vandaag de voorzitter van de Vereniging voor Raadsleden. Het is een zwaarwegend besluit, ook voor de gemeente. En het is gigantische druk op hun. Niet alleen vanuit de inwoners, maar ook vanuit de Rijk en de provincie. Dus pittige klus. Ja. Partijleider van PvdA GroenLinks die willen dat de 2 raadsleden tegenstemmen. Hebben ze aangegeven tijdens de ledenvergadering deze week. Hebben de raadsleden nu eigenlijk nog wel de keus om voor dat datacenter te stemmen? Absoluut. In Nederland is het zo geregeld in de wet dat iedereen gekozen is zonder last of rugspraak, staat het heel mooi. Maar dat betekent dat je als raadslid als individu gekozen bent. Het hele idee van politieke partijen en fracties bestaat niet volgens de wet. Dus ze moeten hun eigen afweging maken naar eer en geweten. En dat zullen ze vast ook gaan doen, denk ik. Ja. Ja, later vernemen we dus wat de raad gaat doen. Als er nou ja gezegd wordt, betekent dat dan ook, Koen, dat datacenter van Meta er ook daadwerkelijk echt komt? Dan is er een belangrijke stap gezet, maar dan is het nog niet 100% rond. Want zoals het eigenlijk bij alle besluiten in Nederland is, daar zijn dan ook nog een aantal juridische stappen die gezet moeten worden. De provincie moet nog het een en ander beslissen. Maar er zitten ook nog wel een paar vraagtekens die erboven hangen. Bijvoorbeeld het Rijksvastgoedbedrijf, dat de grond, gedeelte van de grond, nog steeds niet heeft verkocht aan de gemeente. En dus kan de gemeente het ook nog niet aan Facebook, aan Meta doorverkopen. En je hoort ook in Den Haag hoor je geluiden, nu ook van de VVD vandaag. Moeten we dit wel doen? En moeten we niet toch even pas op de plaats maken. Dus daar zou nog roet in het eten gegooid kunnen worden. Ook nog een uitspraak van de Hoge Raad die zegt je moet eigenlijk de grond ook aan andere partijen aan kunnen bieden. Dus als er vanavond een ja uitkomt hier bij de gemeenteraad, is het nog niet 100% zeker dat dat datacenter er ook daadwerkelijk komt. Maar het is wel een heel belangrijke stap die dan gezet wordt. En als de raad vanavond nee zegt, betekent dat dan ook gelijk einde verhaal? Geen datacenter in Zeewolde? Eigenlijk hetzelfde verhaal. Dan kan je ook wel weer een aantal mitsen en maren gaan verzinnen. Dan kan bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders met een aangepast plan op een gegeven moment komen. Dat nog een keer voorleggen aan de raad. Er komen verkiezingen aan. Misschien dat ze het dan na de verkiezingen, als er een nieuw college zit, als er een nieuwe samenstelling van die raad is, dat het dan nog eens een keer voorbij komt. Dus eigenlijk ook niet te zeggen. Dus het is niet zo dat vanavond echt het
ja, het moment is waar je alles van kunt afleiden. Maar het wordt wel een hele belangrijke stap die de gemeenteraad vanavond gaat zetten. Vanuit Zeewolde was dat Koen Peters, dankjewel. En die vergadering is vanavond dus live te volgen bij Omroep Flevoland op de website en app.